En nu begrijp ik de vraag. Ja. Yes! Wat zijn uw taarten zoal? Stop. Ik denk de telefoon opnemen. 100% zeker weet. Yes! Ik ben Dim van der Vries. Op dit moment fractievoorzitter van VVD. En voor de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker. Welkom bij het programma Kies. Met vandaag mevrouw van der Vries. Welkom mevrouw van der Vries. Ja, voordat wij de politiek met elkaar induiken, want daar zijn we hier vandaag voor, vinden we het ook heel belangrijk om een beetje kennis te maken met de persoon achter de lijsttrekker. En we hebben u gevraagd of u een filmpje zou kunnen insturen, waarbij wij iets van uw persoonlijkheid te zien krijgen. Dat mocht in ieder geval niet politiek zijn, dat heeft u gedaan. En daar gaan we eventjes samen naar kijken. Filmpje. En het viel daarbij vooral op dat u twee honden heeft. Zit ik er ver naast dat u een grote hondenliefhebber bent? Sowieso, ik hou van alle dieren, maar mijn honden zijn voor mij heel belangrijk, heel gezellig, heel trouw, heel lief. Ja. En die maken een groot deel van mijn leven uit. Ja, nou, klopt. Nou. En hebt u verder nog bepaalde hobby's die u heel graag uitoefent, andere dingen in uw vrije tijd die misschien leuk zijn om te vertellen hier? Nou, ik ben een slechte knutselaar, dus dat soort dingen, dat is mij niet gegeven. Nee, ik ga het liefst, ik doe ook werk voor de Stichting Dierenbemiddeling Europa, dus het heeft eigenlijk altijd weer iets met dieren, te maken. Ik ben voorzitter van onze buurtvereniging. We vieren volgend jaar het 60-jarig bestaan. En daar ben ik ontzettend trots op, want het is een hele hechte club en het is een hele leuke club. Dus het zit meer in het sociale vlak en het dierenvlak, ja, waar mijn hobby's liggen. Hartstikke leuk. Ja. Ja. En verder begreep ik dat uw ouders, Ton en Mientje Pennings, de oprichters waren en eigenaren van de camping Den Berg aan de Rotonde Bossenweg. Klopt. Dat klopt, hè? Ja. En u heeft deze camping ook langer onder uw hoede gehad. En ik kan me zo voorstellen dat u daar van alles heeft beleefd. Heeft u wellicht een leuke, korte anekdote voor ons om te delen hier? Ja, op de eerste plaats wil ik zeggen, ik heb dat samen met mijn zus gedaan. We hebben ontzettend veel nationaliteiten gehad. Heel veel mensen ook voor 1 of 2 nachten. Maar ook heel veel mensen die langer bleven. En we hebben daardoor heel veel nationaliteiten leren kennen. Ik zeg altijd, wij zijn er kleurenblind door geworden. Want zwart of wit of geel of groen, het maakte ons niet uit. Ze waren allemaal welkom. Het heeft onze blik naar de mensheid toe aardig verbreed. En wat mij het meest opgevallen is dat de mensen die bij ons waren zo ontzettend enthousiast waren over Bokstel. Ja. Veel dan menig bokstelaar zelf. Ja, ja, ja. Nou, heel erg leuk. Ja. Ja. Nou, dan gaan we een klein sprongetje maken van wat u heeft gedaan daar naar de politiek. U zit bij de VVD. Ja. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat de reden is dat u... Dat u zegt, nou, VVD, dat is mijn partij. Ja, dan denk ik meteen aan de leus die mijn vader in zijn werkplaats had hangen. Keihard werken, beste garantie voor succes. En ik denk dat dat de leus is die VVD zeer past. Mm-hmm. Wij houden ervan dat mensen, indien mogelijk uiteraard, werken voor de kost, daar alles voor over willen hebben. Dat mensen daar ook voor beloond mogen worden. En daarbij vinden wij, en dat is het liberale gedachtegoed van VVD, dat mensen zelf keuzes moeten kunnen maken. Dat niet alles met regels en wetjes opgelegd moet worden. Ja. Maar dat de mens vrij is om een keuze te maken, vrij te bepalen hoe hij zijn leven wil inrichten, wat hij wil doen. Ja, ja, duidelijk. En dat spreekt u aan. En dat daarom zegt u van, ben ik VVD'er geworden. Ja. Ja, ik hoor ook in het verhaal wat u vertelt grote gelijkenissen met gewoon de VVD die we allemaal kennen vanuit de landelijke politiek. Ja. Toch vind ik het een beetje apart. Ik ben heel benieuwd naar wat uw visie daarop is. We weten dat de VVD al heel erg lang gewoon de grootste partij is. Ja. En u zit met 1 zetel in de raad. Daarmee bent u de kleinste partij. En ik vraag me af, hoe kunt u dat verschil verklaren?
Dat willen wij ook graag 100% zeker weten. Ja, we zouden heel graag veel meer ons gedachtegoed inbrengen. Bij VVD in Bokstel het probleem is dat er ontzettend veel van ons gedachtegoed verweven zit in lokale partijen. Mm-hmm. En ik zeg niet dat we er last van hebben van de lokale partijen, maar ten aanzien van ons ledenaantal hebben we er wel last van. Ja, ja. In Bokstel is het heel erg Jantje stemt op Pietje en op Klaasje, want die kennen we en noem maar op. Dus dat zijn heel vaak, en dat zie je ook wel in de zetelverdeling, dat de lokale partijen gewoon over het algemeen een behoorlijk aantal zetels hebben in verhouding tot de landelijke partijen. Ja, ja. En daarbij komt denk ik dat wij als VVD in Bokstel, juist als je één keer één zetel maar hebt, kun je je bijna niet meer profileren. Ja, duidelijk. En ja. Zeker met het nieuwe vergadersysteem in Bokstel is het echt zo dat we maar één woordvoerder hebben. Ja. En dat is jammer. Ja, ja, ik hoop dat het, dat als u zegt van nou, ik wil heel graag die andere VVD'ers erbij, in ieder geval voor u, dat het nog eens kan keren. Dat de andere personen ook nog zich ik heb goede voelen. Hoop, want we hebben een hele leuke nieuwe club. Dus ik hoop dat we daar weer wat meer mensen mee aantrekken. Ja, ja. Oké. Een heel andere vraag. U schrijft in uw programma dat u voor het bevorderen bent van eigen woningbezit. Nou is dat op zich geen heel erg opvallend geluid vanuit de VVD, denk ik. Ja. Alleen, ik zie staan dat u dan vervolgens aangeeft, u zegt, ik vind dat goed voor de leefomgeving. Daar kan ik me op zich ook wel iets bij voorstellen. En wat ik dan niet begrijp is, wat betekent dat dan voor de huurhuizen? Zegt u dan, ja, koophuizen... die zijn bevorderlijk voor de leefomgeving. Zegt u daarbij, huurhuizen zijn niet bevorderlijk voor de leefomgeving? Nee. Maar waarom benoemt u het zo expliciet dan? Ik weet niet waar u deze quote vandaan heeft. Nou, uit uw verkiezingsprogramma. Ja, dat klopt. Het is zo dat als mensen een eigen woning bezitten, ze over het algemeen heel veel waarde hechten, zelf ook aan hun omgeving en daar in principe vrij lang blijven zitten. Mm-hmm. In een huurwoning heb je vaak doorstroom en dan heb je natuurlijk groot verschil wat voor type woning waar we over praten. Als het echt doorgangshuizen zijn, om het zo maar te noemen, dan zie je vaak dat daar geen hechte relatie in een buurt ontstaat. Mm. Ik kijk daarbij in dit geval naar mijn eigen buurtvereniging. Daar zit nu af en toe wat wisseling in, maar het is veelal zo dat mensen een huis kopen voor een hele lange tijd en niet voor een paar jaar. En die hechten er dan ook aan om die omgeving optimaal te houden. Ja. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat een omgeving met huurwoningen niet minder gezellig kan zijn. Nee. Want ook daar Precies, de saamhorigheid vaak heel alleen ik groot. Zie wel in uw programma dat u een duidelijk onderscheid maakt tussen de huurwoning en de koopwoning. In de zin van dat u zegt, ja, die koopwoning die willen we extra stimuleren. En de huurwoningen vooral de sociale huurwoningen waar we het nu dan over hebben, die willen we eigenlijk niet gaan uitbreiden. Nou, er moet natuurlijk een fatsoenlijk en goed aanbod van sociale huurwoningen zijn, buiten kijf. Maar we moeten op een gegeven moment er wel voor waken, en dan denk ik veel verder dan alleen die woningen, dat wij niet boven het gemiddelde van onze omgeving uitstijgen. Want dan krijgen we als Bokstel een aanzuigende werking, en dat is in sommige gevallen al zo, dat mensen uit de omgeving zeggen, dan moet je naar Bokstel gaan, want daar heb je veel sneller een sociale huurwoning. En dan moet je toch in de gaten houden, en ik vind het heel belangrijk voor een goede verdeling, een goede bevolkingsopbouw, dat je een goede mix hebt. Ik snap uw punt. U zoekt echt naar de juiste verdeling en dat vindt de VVD belangrijk, duidelijk. En de doorstroom is daarbij een ander heel belangrijk facet. Ja. Ik zie ook staan in uw programma dat u voor het openhouden bent van de dubbele overweg voor de auto. Er zijn meer partijen die dat nu doen. En we zijn daar ontzettend lang over aan het debatteren hier in Bokstel. Alleen, ik vraag mij toch wel af, hoe denkt u dat te gaan bekostigen? Ik denk dat Bokstel het braafste jongetje van de klas is geweest met de hele toestand rond de dubbele overweg. En bovendien denk ik, we hebben nu een fietstunnel. Daar kan een personenauto doorheen, want daar moet ook een ziekenwagen en geen hoge brandweerwagen, maar andere voertuigen van de brandweer ook doorheen kunnen. Dus er kan een personenauto doorheen. Dan denk ik dat er een oplossing gezocht moet worden
om die mogelijkheid gewoon open te houden. En dat was mijn bezwaar tegen de sluiting van de dubbele overweg. Dat de dubbele overweg dichtgaat, dat begrijp ik. Want er komen veel te veel treinen, dus we staan er ontzettend lang stil en ja, te puffen. En dat is ook niet prettig. Maar ik denk dat we, als we, ik noem maar een idee, maar er zijn andere ideeën denkbaar. Ik denk als wij met stoplichten gaan werken, dan weet je dat om de beurt... Mag ik u even onderbreken? Want ik snap uw punt. Ik snap heel goed de motivatie waarom u zegt, ik zou het graag willen. Als iedereen een ontzettend grote zak geld zou hebben, zou iedereen denken wel voor de autotunnel zijn. Alleen mijn vraag was, hoe gaat u dat bekostigen? Er kan al een auto erheen, hè, door deze tunnel. Ja, ja, maar die is dan... als er nou geen geld voor is, dan is het een kwestie van een stoplicht voor en een stoplicht achter. En dan de omgevende maatregelen aanpassen, zodat het wel goed gestroomlijnd wordt. En dat is niks meer als wat er nu betaald moet worden. Maar wat mij vreselijk verbaasd heeft, ja, is dat er nu, doordat het spoor zo frequent gaat lopen, dat er nu wel ineens door PHS... ProRail geld beschikbaar is gesteld om een natuurbrug te maken over het spoor heen voor de edelherten die we daar zelf hebben neergezet. Ik heb helemaal niks tegen die edelherten. Ik vind het prima dat ze daar heel goed voor kunnen gaan zorgen. Maar dan denk ik, die mensen in Boksel die wonen er al sinds jaar en dag, dan had daar toch ook wel iets meer naartoe gekund. En als nu geld vrijgemaakt kan worden voor een brug voor de edelherten, dan denk ik dat Boksel zich toch weer eens achter de oren moet krabben. Of er toch niet iets meer kan dan alleen een fietstunnel. Het punt is duidelijk, we gaan het zien. Ja. Ja. Nou, dank u wel. Ik hoop het dat we het gaan zien. Ja, ja, we gaan door naar een volgend onderdeel. We hebben namelijk een collega-partij gevraagd of zij een vraag hadden voor u. En ja, dat is zo. In dit geval is dat Balans. En die hebben een vraag voor u. Is als volgt. Hoe moeten volgens u de asielzoekers of statushouders in Boksel worden opgevangen? Zoals we het nu doen. En hoe gaat dat? We proberen zoveel mogelijk deze mensen, kleinschalig, niet in grote gebouwen of wat dan ook, maar gewoon mensen meteen te laten integreren in de maatschappij. Mm-hmm. En meteen te laten deel te laten nemen in de maatschappij. Ik denk dat dat de gouden regel is, dat je die mensen niet apart houdt, dat ze meedoen, dat ze het gevoel krijgen wat de Bokstelse samenleving in dit geval is. Ja. En ik sta niet voor 100, maar voor 1000% achter het beleid zoals we dat tot nu toe hebben toegepast. Ja, ja. Ik zag in het partijprogramma van Balans dat zij aangeven dat zij ervoor zijn dat de gemeente stageplekken creëert om daarmee de kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Bent u daar dan ook voor? Alles wat die mensen de mogelijkheid geeft om mee te doen, moeten we proberen. Nou. Kinderen gaan gewoon mee naar school. Ouders worden daar ook vaak nog bij betrokken. En natuurlijk stage, opleidingen, noem het. We moeten ervan uitgaan, in principe, dat die mensen als het veilig is teruggaan. Mm-hmm. Maar in de praktijk blijkt me al te vaak dat ze hier blijven. En daarmee met al te vaak bedoel ik niet dat dat niet mag. Want als die mogelijkheid er niet is, dan vind ik dat wij als goed mens die mensen moeten opvangen. Maar dan ook helder. In de totale maatschappij. Ja, helder. En overal aan deelnemen. Nou, dat is het antwoord voor Balans. En dit zullen ze ongetwijfeld van u horen. Via ons dan weer. Oké. Ja, we gaan nu naar een heel ander onderdeel. En dat hebben we het kiesmoment genoemd. Nou, een beetje in de sfeer van onze programmatitel, kies. Wat houdt dat in? Ik leg u zo meteen een aantal vragen voor. En de bedoeling is dat u daar een antwoord op geeft. Maar dat mag alleen maar met ja of nee. Oei. Ja, u zegt al oei, maar we hebben nog wel een één escape hoor. U mag één vraag uitzoeken waarvan u zegt, ja god, het kost me toch echt moeite daar alleen ja of nee op te antwoorden. Daar mag u nog een uitleg over geven. Dat vraag ik u op het eind. Dus de eerste vraag mag u alleen maar ja of nee antwoorden. Oké. Helder? Dan ga ik de eerste vraag voorleggen. Mag er een Aldi in het centrum van Boksel komen? Ja. Is over 4 jaar het probleem van de winkelleegstand in Boksel verdwenen? Nee. Is een goede camping voor Boksel noodzakelijk voor het toerisme? Absoluut. Een hond is betrouwbaarder dan de gemiddelde Bokselse politicus? Nee. En de laatste. Er wordt een bungalowpark en een camping naast uw huis gebouwd. Dit is een super idee. Van mij mag het, kijk. Kan er mij niet mis zijn. Hè? Nou, dan weten we al waar we moeten wezen dan, als het zo zou zijn. Hè? Ja. Locatie is al aangewezen. Ja.
Het is alleen nog volgebouwd inmiddels. Ja, dat is dan een ander probleem. Maar goed, nu mag u nog één van deze die ik u voor heb gelegd eruit nemen, waarvan u zegt, daar wil ik toch graag nog wel even een toelichting op geven. Welke is dat? Ik kan het eventueel nog wel eventjes doorlopen. Ja, ik zit even terug te denken welke we hadden. Nou, we hadden de vraag over de Aldi, over de winkelleegstand, de camping. Oh, daar wil ik over de winkelleegstand. De winkelleegstand. Ja. Ik denk dat we in Boksel ontzettend veel mogelijkheden hebben om het centrum bruisend te maken. Maar dat is niet alleen aan het centrum. Dan moet je dus zorgen dat je goede woonwijken hebt met, wat ik zei, een goede mix van mensen. Mm-hmm. Dat je niet eenzijdige type winkels hebt, maar dat je echt kopers in Boksel hebt en zoveel mogelijk naar binnen haalt, die alle type winkels willen bezoeken. En ik denk dat we aardig op de goede weg zijn, zoals we nu het centrum gaan inrichten. Het enige wat ik jammer vind, is dat er een centrummanagement is en er is een groep die de stichting, nou ja, in ieder geval die de Stationsstraat weer op orde moet brengen. En nou vind ik het zo jammer dat de ene groep al eigenlijk een mooi plan heeft liggen en de andere groep nu weer geld krijgt voor een ander plan. En dat is waar het in Boksel nog wel eens op fout gaat. Wat zou je voorstellen? Laat die groep even samen met elkaar aan tafel, laten ze samen. Dat is wat ik vaak mis in het centrum. Dat gevoel van samen dingen doen, dingen bedenken. En ik denk dat er in Boksel gewoon veel potentie is. Als ik u vraag, welke drie dingen zou u doen? Als u morgen op een knop mag drukken en zeggen, ja, dat gaat veranderen, dat en dat. En dan weet ik zeker, of in ieder geval, dat we een heel eind in de richting komen van een bruisend winkelcentrum. U hebt er al eentje genoemd, maar wat zou uw top 3 zijn? De saamhorigheid onder de winkeliers is voor mij nummer 1. De openingstijden, die moeten ze goed afstemmen. En op het moment dat er activiteiten zijn, dan moeten ook echt alle winkeliers daar vol aan bijdragen. Want wat is het nu geweest de afgelopen jaren? Die winkel is open, die winkel is dicht, die is open. Duidelijk. De sfeer, de beleving, die hangt of staat met de winkeliers. Met de samenwerking op alle vlakken zo'n beetje, ja. Ja. Nou, dankjewel, dat is een duidelijk antwoord erop. We gaan afsluiten, maar niet voordat ik u nog één keer de gelegenheid heb gegeven om eigenlijk misschien wel het leukste te doen in dit programma. Althans, dat zou ik me kunnen voorstellen. U mag namelijk 30 seconden lang zeggen wat u wilt. Het hoeft niet per se over uw partij te gaan. Wat u wilt, ook een van de punten die we hebben besproken in het programma, daar bent u helemaal vrij in. Dus ik wil u hartelijk danken. Heel fijn om u hier te hebben. En ik wil ook de kijkers bedanken en ga vooral stemmen, zou ik ook vooral zeggen. En dan zou ik zeggen, de camera is van u. Dank u wel. Zoals u op de spandoeken heeft kunnen zien, is VVD Boksel het afgelopen jaar aanzienlijk verjongd en vernieuwd. Daar ben ik blij mee en daar ben ik trots op. Wij hebben een ontzettend enthousiast, ambitieus jong team. Ze staan in de startblokken om deel uit te maken van het politieke veld in Boksel. Ze hebben heel veel informatie opgehaald al. En wij gaan ervoor dat we de komende tijd met meer dan één zetel mogen zitten.